verte zien we de paarden al aankomen. Hans, het is begonnen. Vandaag 50 items in de optocht. En dat is dan naast de muziek. Want die zijn er natuurlijk ook in grote getalen aanwezig. Ja, en de muziek die u hoort is de muziek van Excelsior. Gisteren werd het geopend de KWOV, maar vandaag is het dus de beurt aan Excelsior. De wagen met het dagelijks bestuur van het volksfeest in Winterswijk. En ik heb begrepen dat daarin zit in ieder geval de voorzitter en dat is president Hans Smit. Verder de secretaris Jacqueline Wiegers en de penningmeester is dan G. Elk. En jullie zitten voor de laatste keer in, hè? Ik heb begrepen dat G. Elk afscheid gaat nemen van ons. Ja. Okay. We zien hier een moeder die een bloem geeft aan haar kind en vraagt er goed voor te zorgen opdat de bloem verder blijft groeien. Ja, duurzaamheid een thema van dit jaar. Het is voor het eerst dat er een thema is bij de Bloemenkozo. Nou, het is niet zozeer een thema, maar ze hebben wel een extra aandacht besteed aan het stukje verduurzaming. En dat zie je bij een heleboel wagens, zie je dat toch wel terugkomen. Zoals in dit geval ook. En het is natuurlijk ook een onderwerp van deze tijd. Heel snel komt dan ook de volgende kleine wagentje voorbij. En dat heeft te maken met varkentje wassen. Ja, van de Jofkrummels. Zij zijn vierde geworden in de C-categorie. Dit is Lex. Ik zeg, gaan. De barbecue is aan. En Lex is eentje voor de toekomst. Hij heeft vorig jaar voor de eerste keer meegedaan. En dit jaar voor de tweede keer. Hij heeft een eerste plek behaald. En de Tekla Voringprijs. En dat is een speciale prijs die vooral het gebruik van fietsen in de optocht aanmoedigt. Binnenpret is naar een ontwerp van Dick Rengeling en Femke de Vries. En zij gaan uitbeelden hiermee wat er gebeurt als het buiten regent. Zoals dat het gisteren deed tijdens de optocht. En je niet buiten kunt spelen, maar binnen met lakens, dekens en verkleedkeren toch een leuk spelletje kunt spelen. Dit is Feestbeesten van Corso Coaters. Zij hebben een achtste plek behaald in de C-categorie en de kinderjuryprijs. En vanuit de Corso Coaters gaan we naar de Corso Coatertjes. Ja, dat zijn dan weer de nog kleinere variant van Corso & Co. met spektakelstuk. En heel erg leuk, er hangt dus een spekje aan. Het is een spektakelstuk. Ja. Wij zien hier de wagen van Corso & Co. aankomen, Rinoceros Rots. Zij hebben deze wagen geïnspireerd op het trieste levensverhaal van de Northern White Rhinoceros, oftewel de noordelijke witte neushoorn, waarvan er slechts nog twee op deze aarde rondlopen en het zijn beide vrouwtjes. Deze rhinoceros is uitgebeeld in rotspartijen, begroeid met mos en gedoemd om met een soort uit te sterven. En achter deze wagen is eigenlijk het gastkorps uit Renkum. En dat is Excelsior uit Renkum die dit jaar zijn uitgenodigd om met de bloemencorso van Winterswijk acte de présence te geven. Ah, hier hebben we team Beskus & Co. met een 12e plek in de C-categorie met hun badman. En wat we zien, dat is een bad eentje. En de voorste is de Joker. En die wordt het bad uitgejaagd door de eend die erachter zit. En dat is natuurlijk... Badman. We zien hier Corso-bouwers Eigenwies met Muizen Speelparadijs. Je zal maar van vakantie thuiskomen en je werkschoen niet meer aan kunnen trekken omdat er een muizenkolonie in is gaan zitten. Ze hebben deze ontzettend mooi vormgegeven en dat heeft hun een derde plek opgeleverd in de B-categorie. De jury wist het volgende te vertellen. Deze korswagen met cartooneske muizen verdient lof voor zijn uitstekende expressie en hoge aardbaarheidsfactor. De muizen vertonen een goede beweging. De wagen bevat fraaie details. De magie van de tekenfilmwereld komt tot leven en spreekt het kind in ons allemaal aan. Een indrukwekkende prestatie. En vooralsnog staan we eventjes stil, want dat kan natuurlijk gebeuren. Lieneke, heb jij daar misschien ergens bij jou nog iemand die wat wil vertellen over dit corso? Of misschien iemand van de groep zelf?
Ik ben hier bij Eigen Wies. Zijn jullie Eigen Wies? Ja. Ja? Wat hebben jullie voor wagen gemaakt? Een schoen met muizen. Met muisjes? Een heleboel. En je hebt de derde prijs gewonnen. Ja. Hoe kwamen jullie op dat idee? Er kwam een van onze leden mee. En dat vond eigenlijk iedereen gewoon heel leuk. Een muizenspeelparadijs. Dus ja. Hartstikke goed. Ik zie dat het weer verder gaat. Ja. Veel succes, hè, onderweg. Wij zijn hier de Opdondertjes. En zij zijn derde gewonnen in de C-categorie. En zij hebben ook de Bink en Bloemprijs ontvangen. En dat is een extra prijs die wordt toegekend aan een hoge binnenkomen in de C-categorie. En zij wisten mij te vertellen hoe belangrijk dat het is dat wij goed zorgen voor de bijenpopulatie in ons land. Lorenne, Marjolein, Merte en Selma. Dit zijn vier hele stoere dames uit het Wold. En zij hebben vorig jaar een aanmoedigingsprijs gekregen bij hun eigen optocht, wat hun heeft doen besluiten om dit jaar mee te doen met het Winterswijkse Volksfeest en Winterswijkse Bloemencorso. Hier kijken wij naar Eigen Wijsje Rijk. En dat is kinderopvang, vraagteken. Eigen Wijsje Rijk is heel actief bezig geweest met het Bloemencorso. Alle kinderen in alle leeftijdscategorieën op hun eigen niveau hebben ze kennis laten maken met het fenomeen Bloemencorso. Bloemenvelden bezocht, onder een microscoop bekeken. Actief mee laten bouwen, mee laten plakken en mee laten denken. Ja, meteen achter deze wat grotere wagen toch ook nog een kleine wagen in de D-klasse. En die is ook van Eigen Wijsje Rijk en die heeft te maken met hier vrij vliegen. En dan hebben we hier de publieksprijs in de B-categorie. Skinny Beanie Club met Wall-E. Ja, dit is prachtig vormgegeven. Dit is echt gewoon, zelfs zonder bloemen was hij al ontzettend mooi om te zien in de hal. De muziek heel goed erbij gekozen. Een vijfde plek van de jury, maar zoals gezegd een publieksprijs. En ik denk dat ze daar super trots op zijn en terecht. Voor degene die niet weet wie Wall-E is. Wall-E is uit een Pixar tekenfilm waarin Wall-E de aarde opruimt van alle rotzooi die de mens heeft achtergelaten in een tocht naar de ruimte. En Wall-E zorgt er uiteindelijk voor dat er een plantje die groeit op aarde in de ruimte komt bij de mensen. En samen met Eve weer terugbrengt naar de aarde en daarmee ook de mensen terugbrengt naar de aarde. Want we zien hier Corso Club CC92 uit Meadows, zo trots als een puntje, puntje, puntje. Nou mensen, dit kunnen we allemaal invullen, zo trots als een pauw. Prachtige beweging. En wat zien we in de staatveren? De logo's van onze buurtschappen. En ze zeggen vanuit CC92, het Volksfeest Winterswijk draagt de buurtschappen. Ze hebben in dit geval, de bloemen hebben ze een kleurtje bezorgd. Het is niet een originele kleur, het gebeurt wel eens vaker. Maar kijkt u vooral eens even naar de mooie overgang van dat hele diep paars, dat pauw blauw paars naar beneden toe, naar het roze. En dan hebben we het hier over die 9 buurten, buurtschappen, noem maar op, uit Winterswijk, hè? Ja, ja, elke buurtschap heeft een eigen volksfeest, waarbij het volgeschieten uiteraard een onderdeel is. En dat komt uiteindelijk dus ook weer samen in Winterswijk, waar alle koningen en koninginnen meedingen na het keizerschap. Kijk. Prachtig. Er is echt over nagedacht, hè? Ja, en let u vooral zo meteen ook. We zitten nu natuurlijk nog naar de voorzijde te kijken. Maar op de achterzijde is ook nog wat te zien. Hier is over nagedacht. Wij zien hier de contouren van Winterswijk, alle buurtschappen. En als we het dan hebben over die buurtschappen, hebben we natuurlijk ook over Cotton. En uit Cotton komt natuurlijk Concordia.
En hier zien wij de bigflatie van de CSW'tjes. Zij hebben een 15e plek in de C-categorie gekregen. Wat gebeurt er? Elke winnaarswijk doet dat. Volksfeest komt eraan en we zitten te graaien in die pot. Ja, hebben we nog munten van vorig jaar? Nou, en wat zien we dan? Alleen maar de oude muntjes. En die zijn niet meer te gebruiken dan? Ja, nou ja, en wat moet er dan gebeuren? Dan moet je nieuwe munten kopen, dus dan moet die spaarpot eraan, hè? Ja, wie we hier net voorbij zien racen, hij is van Bloembal. En hij is onderdeel van het Foute Uur. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoe dit werkt. Want hier is gewoon echt helemaal niks goeds aan. Alles aan hem is gewoon fout. Hier zien we overigens de A-wagen aankomen. Het Foute Uur deel A. Zij zijn derde geworden in de A-categorie. En ze hebben aan de voorzijde hebben ze een complete dansgroep. Een dansje ingestudeerd op alle foute nummers die u zometeen te horen krijgt. En ze zijn dit dansje de hele optocht door aan het doen. Waar wij nu naar kijken, zij zijn met strijdwagen zesde in de A-categorie geworden. En die zesde plek die hebben zij vooral te danken aan enorme pech. Het is de vraag, op welke plek zouden zij zijn geëindigd als ze niet zoveel pech zouden hebben gehad? Tijdens het bouwen is een van de poten aan de grond gekomen van het evenzwijn wat we zien. Waardoor zij de afgelopen week 24 uur per dag ploegdienst hebben moeten draaien om de boel weer aan het lopen te krijgen. Er zijn nieuwe tandwielen, nieuwe stangen, lassen. Ze zijn heel erg druk geweest. Ze hebben het niet helemaal gered om op tijd helemaal af bij de optocht te komen. En daar hebben ze helaas puntenmindering voor gehad. Dus het is maar de vraag, als deze wagen op tijd af was geweest, op welke plek hadden ze dan gestaan? Want dit is toch prachtig om te zien. Ondertussen kijken we naar Sint-Jan uit Middel. Voorbij terecht gaan wij alweer kijken naar de volgende wagen en die komt uit de C-categorie. Ja, dat is non-stop met Chillpad. En we blijven een beetje in het thema van de jeugd, want dit is vorig jaar hebben ze voor de eerste keer meegedaan en dit jaar voor de tweede keer. En dit is een groep van de toekomst, hè? Dit zijn degenen waarvan we hopen dat die blijven meedoen en uiteindelijk weer doorgroeien ook naar een B-wagen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ze zijn zevende geworden in de C-categorie. En chillen op het strand. Chillpad, pad. Maar mogen we niet in het Engels zeggen, hè? Hier hebben we Corso Wifok met schaakmat met een 11e plek in de B-categorie. En ze hebben hier voor deze wagen hebben ze een heel ingewikkeld verhaal ingediend over schaken. Nou weet ik dat mijn jongste zoon helemaal gek is van schaken. En ik zie hier dat de koningin de toren slaat. En dat is natuurlijk in het schaken een bepaalde zet. Ja. Dan heb je Fem en Morris. Fem en Morris, inderdaad. Ze hebben een 5e plek gehaald in de C-categorie met multicolor. En multicolor kleuren, potloden. Heel mooi vormgegeven. En ook de muziek is er goed bij gekozen, want als we luisteren, dan is het. Multicolor. Dan gaan we sterren kijken, volgens mij. CCM, de campers. Ze hebben een 2e plek behaald in de C-categorie. Zij zijn de jongens van het CCT. Jaan. Ja, hier komt Fastfood van Kamerplant. Een 16e plek in de C-categorie. En deze wagen is eigenlijk bijna alleen maar geplakt door de kinderen zelf. Mag ik even?
Wat is, hebben jullie een leuke naam? Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Moet jij hier zijn? Moet ik hier zijn? Oh, wat was de vraag ook alweer? Waarom je zo'n leuke naam hebt? Zo'n leuke naam? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is gewoon, kwam gewoon in één keer in mijn hoofd op. Dus ik dacht, oh, Kaanplant is wel een leuke naam, ja. Oh, jammer. Volgend jaar weer proberen. Ja, volgend jaar weer, ja. Ik ga er wel vanuit, maar ik durf het niet te wedden, maar ik denk het niet. Dus ja, maar ja. Ja, ja, ik vond het prima zo, ja. Dan zien we hier de handbalcombinatie Winterswijk. Zevende in de B-categorie met over de balk. Ja. Sorry. Zij geven een beetje een sneer hiermee naar de gemeente Winterswijk dat ze geld over de balk gooien. Wordt het geld goed besteed, geeft de overheid ons altijd goed inzicht of wordt het geld over de balk gesmeten? Ja, naast de wagen liep zelfs een minister van Financiën zo te zien met de begroting. Wij zien hier Korse Groep MEC met vergaande glorie. Zij hebben de zevende plaats behaald in de A-categorie. En zij hebben dit jaar een nieuwe ontwerper. En hij heeft hen begeleid in dit thema. Ze hebben vergeleken met andere jaren een hele grote loopgroep eromheen. Dus qua figuratie zijn ze heel erg gegroeid. En wij zien hier de wereldslang voorop. Ook een hele lange wagen ten opzichte van anderen. Ja, ja, ja. Het is een hele grote lange wagen geworden. En wij horen ondertussen muziek weer van een korps hier uit de regio. En dat is Crescendo. Botox. En hier hebben wij de Vreeskids minis. Patat of friet, het boeit ons niet. Ja, ze wisten niet of ze de wagen nou patat of friet moesten noemen, dus leuke keuze. En ze hebben wel een tweede prijs, dus voldoende geld om de keuze te maken. En hier hebben de Vreeskids met het is genoeg en zij hebben een zesde plek behaald in de C-categorie. En hier komt King Cobra aan, ook van de Vrees. Zij hebben een achtste plek behaald. Een hele mooie beweging van de slangenbezweerder. Kijk vooral ook naar het middenrif zometeen en de manier waarop dat de handen bewegen. En ook weer bovenin, hè? Dat is technisch knipwerk is dat, hè? Zo krijg je de bloemen natuurlijk niet binnen zo mooi strak. Nee, dat is allemaal strak knipwerk inderdaad. Dat hebben ze heel mooi gedaan. De volgende wagen is de Woldse Corso Club met als titel Verduurzamen, alle kleine beetjes helpen. Zij hebben een vierde plek behaald in de B-categorie. Correctie, ik zie hier eerst nog de jeugdwagen, het Feestbeest van WOCC Kids. Zij hebben een dertiende plek behaald met de C-categorie. We gaan verder met de volgende. Nou, zoals gezegd, verduurzamen, alle kleine beetjes helpen. De Woldse Corso Club heeft vlak voor het indienen van de titel, hebben ze nog een verandering doorgevoerd. Ze hadden een ander idee en uiteindelijk zijn ze toch hiermee gekomen. Ze hebben een hele korte tijd deze wagen uit de grond gestampt. We zien een waterrad, we zien zonnepanelen, we zien een windmolen. Alle kleine beetjes helpen. Corso Groep KWOV pronken met andermans veren, een tiende plaats in de B-categorie. Schijnbaar doen zij een wedstrijdje altijd met de Skinny Bini Club, wie als laatste begint met bouwen. In dit geval heeft de Skinny Bini Club dus verloren, want KWOV is nog later begonnen dan hen. En we zien hier Lucky Luxe Saloon voorbij komen van de Genietetjes. Zij hebben een negende plek gekregen in de C-categorie. En we zien de Genieters aankomen met Food Fight. En zij zijn eerste geworden in de A-categorie. Die expressie. De expressie van
De maiskolf op de wagen werd ontzettend gewaardeerd door de jury. Muziek was dat van de Eendracht. En de volgende wagen die wij hier zien, dat is Leuk Toch met Verstierde Fietsen. Zij hebben een zesde plek behaald in de B-categorie. En deze wagen heeft dus op de woensdag toch moeten wachten voordat ze konden beginnen met plakken. Omdat er vooral heel veel oranje op de wagen zat en ze een relatief kleine groep hebben. Maar ze hebben de wagen weer vol gekregen. En het is prachtig overlopend van geel aan de bovenkant naar rood aan de onderzijde. Hebben ze hem heel mooi gedaan. Ja, en dan zien wij hier het stekkie aankomen met een aantal wagens. Waaronder ook in de E-categorie de eerste prijs. En Karel met de rollator heeft de eerste prijs. En hij was er heel erg trots op. Ze waren allemaal heel erg blij en heel erg trots. Ze hebben we gisteren kunnen zien tijdens de prijsuitreiking. En dan komen nu kraanvogels. Zij hebben de eerste plaats behaald in de B-categorie. En normaal gesproken denk je bij kraanvogels niet aan koolmeesjes. Maar ze hebben de vogels op de kraan zien zitten. En dat bracht de inspiratie tot deze wagen. Dat is bijna weer de laatste wagen, Judith. Wij kijken er ondertussen naar. We zijn begonnen met het circus en we eindigen met het circus. Ja, inderdaad. Dit is Corse Club Meadow. Zij hebben een tweede plaats behaald in de A-categorie. Een echte circusdirecteur loopt aan de voorzijde. Bewegende olifant, bewegende slurven. Aan alle kanten zie je wat anders. Dit is overigens 40 jaar dat zij nu meedoen. Hiermee komen we bijna aan het einde van natuurlijk het bloemencorso. Waren niet dat we natuurlijk op de vrijdag lopen ze voorop, op de zaterdag achteraan en dan hebben we het nu over de KWOV. Maar voordat we eindigen, geef ik maar eventjes het woord aan Judith. Ja, want wij danken natuurlijk nog van harte onze sponsoren. Koopman Verhuur, Wenninkhof Hoveniers, Roerdink Holde Autoverhuur, ZSOM Omroep Groenlo, Brandweer Winswijk, die wij hier achter alsnog ook zien rijden ter afsluiting en vereniging Volksfeest. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Wenninkhof, Roerdinkholder Autoverhuur, Vrijwillige Brandweer Winterswijk, ZSOM Omroep Groenlo, Koopman Verhuur, Vereniging Volksfeest, Transit Oost,